Deze beschouwing, die is lekker rustig, kan je afdraaien voordat je gaat slapen. Het onderwerp van vandaag is uh, mijn dochter, We gaan lekker over privé dingen hebben. En dan niet vanuit een soort uh, narcistische uh, <laughs> navelstaarderij, maar meer vanuit een wat algemeen uh, besef. Want uh, zorgen voor kinderen heden ten dagen. Uh, ja, het is me niet nogal wat. Het is vooral bedoeld voor mensen die ook kinderen hebben. en dan in zo'nzelfde situatie zitten zoals ik. Vaders dan, met name. Maar voor iedereen die geïnteresseerd is in zo'n geval. Om um het in het kort samen te vatten: met mij uh, gaat het prima. En de relatie tussen mij en mijn dochter is. Uh, ja, uitstekend is een groot woord. Als je de situatie erin betrekt, dan zou ik zeggen: Ja, best goed. Ik ben gescheiden. Ik ben de deur uitgetrapt. En ja, dat is niet bevorderlijk. Voor niks niet. Dat is heel schadelijk. Maar voordat ik. Uh, nou, al die aspecten eens even gaan uh, bespreken. Uh, doe ik in het kort even reclame maken voor mijn eigen YouTube kanaal. En ik zou het leuk vinden als je geen abonnee bent, dat je abonnee wordt. Al is het maar voor een tijdje. Dan ga je even kijken. Of ik mij wel gedraag. En ik vind het tof als je sharet. Ook al ben je geen abonnee. Dan kan je toch een share drukken naar Facebook of zo. En een like geven. Nou, dat was helemaal geen moeite, natuurlijk. En als je denkt van nou, de audio vind ik wel aardig. Oh, hij gebruikt volgens mij een goede microfoon. Nou, dat like ik wel. Dan nou, doe je even like, klik. Ja toch? Oh nou, ik vind het inderdaad wel uh, slaapverwekkend wat hij zegt. En uh, doe ik het aan voordat ik kan uh, geslapen. En dan val ik altijd na 10 minuten al in slaap. Dus uh, nou, dat lijkt ik wel. Dat is ook goed. Ja, dat ziet er voor mij leuk uit. Dat als er dan iemand uh, komt kijken. Die ziet toevallig die video. En van oh, 13 likes. Oh, nou zeg. En helemaal leuk is als je een reactie geeft. En dat kan zijn een opmerking. Nou, dat vind ik natuurlijk ook leuk. Maar nog leuker vind ik het als je een vraag stelt. En dan, en dan reageer ik altijd op. Die luxe heb ik nu nog, want ik krijg niet zoveel vragen. Dus. En ik heb nu 61 abonnees en... Ik ben nu een paar jaar bezig. Honderden uitzendingen gemaakt. Hè? Maar ik vind het leuk om te doen. Dat dus. maakt het uit. Ik verdien er verder helemaal niks mee. En dat er geen advertenties aanstaan, dat is heel bewust. En al was het niet zo bewust. Ik heb niet het aantal views om dat te kunnen monetizen. Om dat in geld om te kunnen zetten. Dat gaat niet. Maar dat interesseert me ook niks. Nee, mijn dochter. Ze was uh, gisteren op bezoek. En de laatste keren dat ze bij mij was, uh, hebben wij samen gekookt en samen gegeten. En gisteren dan niet. Uh, druk, druk, druk. En ik vond het ook goed genoeg. Denk, nou, dan kom je gewoon even langs. Dan zei ik ook tegen haar. Dan kom je even langs en dan, nou, dan kletsen we wat. En dan zie ik even hoe je eruit ziet. Hè. Dat was toch ook goed genoeg. En daar haakte ze gelijk op in. Ze woont nu weer in Arnhem. Tot mijn ongenoegen, moet ik zeggen. Ze woont om de hoek bij haar moeder. Ilk. Ja, voor degenen die dat niet weten, maar die moeder in kwestie, die spoort niet. En die heeft uh, ja, behoefte aan heel veel aandacht en zorg. Of aandacht is het eigenlijk. Die, die wil er heel graag bij horen... Maar ze weet niet goed zichzelf een houding te geven, dusdanig dat ze, ja, dat ze erbij hoort. Dus uh, ja, ze kost dus heel veel energie. En dat is niet oké, okay, niet? En mijn dochter, die, ja, ik zag het toen mijn dochter vijf was. Toen gebeurde er op een dag iets en de moeder was weer bezig en toen zag ik haar zo'n zucht. Van, ik moet weer aan de slag voor mijn moeder. En toen zag ik al zo dat die energie uit dat kind. Oké okay, dan. Ja? En die moeder zat te zeuren om niks. Oké, okay, dan. En dan doet ze maar wat haar moeder wil. Terwijl het in die situatie helemaal niet nodig was. En ja, er was helemaal niks aan de hand. Toen was mijn kind vijf. En voor die tijd ja, heb ik het niet echt gemerkt of zo. Natuurlijk niet. Ik bedoel, als het kind een baby is, ja, dan kan het helemaal niks. De, de, ja, melk drinken, poepen, pissen en. Ja, uh, nou, wat doet een kind nog meer? Maar dan wordt het ouder en ouder. En ja, toen mijn dochter maar vijf was, toen ging het bemerken dat ze dus dingen moest doen voor haar moeder. Dat is altijd zo gebleven. Voor haar is dat normaal. Was ook na de scheiding dat als ze dan bij mij was, dan, dan moest ze echt stipt om acht uur s avonds moest ze haar moeder bellen. En dat kostte mij uh, telefoonkosten. En ik had dan zo'n vast nummer ook. En dan kan je gratis bellen met vaste nummers. Inmiddels heb ik dat niet meer, maar toen had ik dat. Was dat heel goedkoop. En toen zei ik tegen mijn kind: van, doe dat. Ja, nee, maar uh, mama, die, uh, die, die zal wel niet thuis zijn, want uh, die, die vrouw ging altijd de deur uit. En uh, ik moest haar maar bellen op haar mobiel. Ja dus dan pakte ze mijn mobieltje en dan ging ze een kwartier met de moeder aan de lijn, al Allemaal slapgehouden, hoer, maar nou, dat moest, hè. En dan zei ik wel eens tegen mijn dochter van ja, maar als je bij je moeder zit, dan bel je mij nooit, hè? En dan keek ze mij zo aan met een blik van ja, wat is dat dan weer voor een stomme vraag? Dat weet ik zelf ook wel hoor. <laughs> Er kwam nooit een antwoord op. Dat was meer zo van, ja, dat is zo. Als ik bij mama ben, dan bel ik jou niet. En als ik bij jou ben, ja, dan moet ik mama bellen. Dat moet. En als ik dan zit te wachten op een antwoord van, ja, mijn, ik, ik vraag het niet zomaar. Mijn vraag is waarom. Dan krijg ik helemaal niks te horen. Echt helemaal niks. Ja, het bizar is dat. Serieus hoor, het is bizar. Ik snap er helemaal niks van. Serieus niet. Dat wil zeggen, ja, ik snap wel hoe het zit. Maar dan in een. Ja, hoe wil je dat zeggen? Dan. En dan betrek ik er gelijk de geesteswereld bij met demonen en duivels en dat soort dingen. Die moeder is bezeten. Ja, als je dan mijn verhaal wil horen. Dan, nou, ik ben er toch over begonnen. Die moeder is bezeten door een demon. Een demon. Ja. Ik denk dat je zelfs de naam van die demon zou moeten kunnen achterhalen. Maar er zit een demon in. En die demon die wil, net als al zijn mededemonen... die houdt van leugens. En van ja, oplichten, de boel besodemieteren... Nou, dingen verstoren, chaos... Erma. Nou, in een manier. Ja, dat ik zou zeggen: alles wat goed is, dat moet omgedraaid worden. Dat is de demon. Dat geldt voor alle demonen. Dus. Uh, het is goed dus, uh, de, als voorbeeld, uh, het is goed als een ouder zorgt voor het kind. Dat is goed. Dat hoort zo te zijn. En die zorg van die ouder, die moet dusdanig zijn dat dat kind na zoveel jaren zorg, ouderlijke zorg, uh, dat het zelfstandig is. Dus die zorg van die ouder moet zo zijn dat, dat dat kind die zorg niet meer nodig heeft. Er moet dus een zorg zijn die de behoefte aan de zorg opheft. Een soort. Uh, ja, suicidale zorg. Uh, je moet ervoor zorgen dat je overbodig wordt. In de zin van. Uh, ja, in een business, in het marketing denken zou het een dodelijke strategie zijn. Want al je klanten die leer je dan om jou niet meer nodig te hebben. Ja, dat is dan nou niet, niet echt de bedoeling van een business. Hè? Je wil juist dat je klanten jou altijd nodig hebben. Maar in de opvoeding van je kind is dat nu juist de goede strategie. Dus je moet er goed voor zorgen. En dan doe je dat goed. Dan is je kind met het, ja, met het twaalfde jaar begint het eigenlijk al. Twaalf, dertien, dan komt die puberteit En dan komt er bij dat kind ook een doorbraak in het denkvermogen. En dan schiet het door. En in principe zijn ze dan klaar. Er zijn oude filosofieën waarin gezegd wordt dat kinderen bij 14 jaar niet langer kind zijn, maar volwassen. Dus dat een mens heeft twee keer zeven jaar nodig om volwassen te worden en dan is het volwassen. En dan begint er nog een heel leerproces. En als je dan nog vier keer zeven jaar zit, ben je 28. Dan weet je zo'n beetje van jezelf of je, ja, wie je bent. Of je weet het dan nog steeds niet wie je bent en dan ben je mislukt. Vier keer zeven, 28 jaar. Dus dan heb je de eerste twee keer zeven jaar, heb je die voeding gehad van je ouders, die opvoeding. Toen heb je het 14 jaar, twee keer zeven jaar in je eentje gedaan. En ja, dan komt het pijlmoment. Dat geldt zo'n beetje voor de mens. Nou, dat is dus de, go de goede manier. En wat wil dan een demon? Ja, die wil punt één, dat dus die zorg dan andersom loopt. Dat het kind gaat zorgen voor de ouder. Punt. Want dat is al vast lekker verkeerd. En punt twee wil het dat. Dat kind niet zelfstandig wordt. Want dat is namelijk goed. Hè? Dat kind, het is goed als de ouder zorgt voor het kind en het kind is zelfstandig bij het veertiende jaar. Nou, al die twee dingen moeten even geblokt worden, die moeten omgedraaid worden. Dus er wordt niet voor het kind gezorgd. En dat kind is niet zelfstandig als het veertien is. Dat wil die demon. En die demon die heeft bezit genomen van die moeder. En die moeder doet precies wat die demon zegt. Dat is wat ik zeg. Maar ja, dan gaan mensen tegen mij zeggen: Ja, Peri, uh, jij altijd uh, met je. Uh, we zijn ook alweer. Oh, sorry, ik heb niet even goed geluisterd. Ja, ik het woord demon. Ik denk: Oh, komt er komt weer dat gouden hoer. Maar goed, dat is mijn mening. Dan mag jij een andere mening bij hebben. Ik denk als jij een mening wil vormen, dan moet je met die moeder gaan praten. Dan moet je aan die moeder eens vragen van goh, waarom gaf je destijds uh, zorgde je niet voor winterschoenen voor je kind? Ik heb een kleine novelle geschreven over het wangedrag van die moeder. Misschien dat ik dat dit weekend eens dus even op het internet. Uh, 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 ja, door ga sturen naar zijn uitgever. Kun je het ook uh, kopen? Of downloaden voor werken tegenwoordig. Ja? Maar er zijn veel moeders hoor, die zo doen. Ik heb er hele stapels gezien. Dan denk ik wel vijf opnoemen. Moeders waarvan je denkt: oh mijn god. Waarom denkt jouw kind dat jij hem zijn moeder is? Hem of haar. Ja, waarom? Ik ben ook gestopt met die vrouw Mama te noemen. In 2011 was dat. Hadden we hadden anderhalf jaar uh, die scheidingstoestand achter de rug. Want ik weet dat moment nog heel goed. We kwamen terug van vakantie uit Finland. En toen zei mijn dochter, toen ik het had over haar moeder... en ik noemde die moeder bij voornaam en achternaam. Ik had het nou ook niet tegen haar, maar... Uh, in het gezelschap... En toen zei mijn kind: Waarom noem je die niet mama? Of nee, mijn kind vroeg: Heb je het over mama? Ik zei ja. Ik noem die vrouw geen mama. Mama vind ik een titel die dien je te verdienen. Door ik ben haar vader. Dat wel. Ik ben papa. Ik vind het niet meer dan logisch dan dat ze mij papa noemt. Ik was altijd haar papa. Naar nou, mijn vermogen dan, hè? Altijd vol van goede wil, was dat nou? En die moeder niet. En dat kind is maar bezig om het mama naar de zin te maken. En die moeder die regelt dan zogenaamd uh, van alles. Van, oh, daar gaat mama wel voor je regelen. Oh, wat wel top. Maar dat regelen wat die moeder doet, dat is zo half bakken. Dat slaat helemaal nergens op. Ja. Wat even, mijn merk doet een beetje vervelend. Even dit account dingen zo. Doe één seconde. Oké. Okay. Wacht aan Ja, ja. Oké. Okay. Onvoorziene storing. Maar we zijn weer helemaal terug. En er was mijn dochter, die ging op kamers in Nijmegen en ik dacht mooi zo. Maar toen kreeg ze een stage aangeboden in Lunteren. Nou, dat is dan met het openbaar vervoer vanuit Arnhem ietsje korter dan vanuit Nijmegen. Maar scheelt niet echt veel hoor. Want het is dezelfde trein die ze moet hebben. Dus de trein vanuit Nijmegen naar Ede Wageningen. En dan nog overstappen. En dan nog uh, een dik, ja, ongeveer een half uur fietsen. Nou, en de trein van Nijmegen naar Arnhem, dat is tien uh, minuten of zo. Nee. Maar zij vond het dan een reden om maar terug te gaan verhuizen naar Arnhem. En waar gaat ze dan wonen? Ja, bij de moeder om de hoek. Oh 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 oh. En de moeder zeer gelijk weer met van alles bemoeien. Ja. Ze laat die moeder laat dat kind niet los. Dat is akelig. In de Bijbel staat dat. Dan hebben ze het over de man, maar voor de vrouw geldt hetzelfde. Dat, er staat dan, de man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en samen met een vrouw een gezin stichten. Dat is ook precies wat er moet gebeuren. Je moet niet als kind blijven plakken, hangen aan je ouders. En wat je ziet bij vrouwen, vooral bij vrouwen, is dat ze blijven uh, ja, plakken, hangen aan hun moeder. Dat is niet oké. Okay. Want je hebt er niks mee te maken. Het is wat anders als je moeder uh, ziek wordt of heeft zorg nodig en dat soort dingen, dan... Dan moet je in actie komen. Maar voor de rest moet dat niet zo zijn. Dan moet die band met je moeder die doorbroken worden. Dat is erg belangrijk. En je moet. Uh ja, wat wil zeggen. Die afhankelijkheid moet doorbroken worden, dat, dat is het. Je moet niet meer afhankelijk zijn van je moeder. Je moet het helemaal zelf gaan bepalen. Er was een vriend van mij, Wim Wim Kruidentuin. En momenteel is hij alleen, al heel lang. En hij heeft al een aantal relaties gehad met vrouwen. En hem was opgevallen dat die vrouwen, die vriendinnen van hem... die hingen dan uh, bijna wekelijks aan de telefoon met hun moeder. En die gesprekken die duurden dan rustig anderhalf uur. En na afloop van die gesprekken waren dan die vriendinnen van hem uh, helemaal uitgeput. En hij baalde daarvan. En hij zei: Dat slaat allemaal nergens op. Ja, dat klopt ook. Ja, punt 1, je bent anderhalve uur in de week, ben je je vriendin dan kwijt, want dan hangt ze aan de telefoon en met de oude hoeren. En er gebeurt helemaal niks als er iemand aan de telefoon hangt. En punt 2, na afloop zijn ze dood op. En ik ken het hoor, de moeder van mijn kind had het dus ook met haar moeder. Die laat haar dochter ook niet los. En dan gaat zij dat dan ook doen met haar eigen kind. Nee, daar word ik niet blij van. Niet goed. Maar ik kan dat niet tussen nu en een paar dagen veranderen. Echt niet. Want mijn dochter ziet het als haar taak om te zorgen voor haar moeder. Want dat is goed. Ja, die weet niet beter. En dan kan ik wel tegen haar zeggen van... ...goh, uh, dat heb je bij mij helemaal niet. Ja. <laughs> en dan, ze, dan kijkt ze me zo aan. Dus ja, ja, dat heb ik zelf ook in de gaten Nee, bij jou heb ik dat niet. Nee. Nee, want ik heb haar ook altijd helemaal losgelaten... En het is dus al heel lang tussen haar en mij dat als ze dan naar mij iets vraagt van Papa, wat vind jij dat ik moet doen? Dat ik dan tegen haar zeg van, wauw, ja, je bent ouderwijs genoeg hoor. Wat wil je zelf eigenlijk? En dan ze dan zegt, nou ja, liefste wil ik eigenlijk dat. Ja, nou, moet je dat ook doen? Dan houd er even rekening mee dat dat kan fout gaan en dat kan fout gaan. Maar er kan altijd wat fout gaan, dus nou ja. Ga jij wel lekker doen met je zin in hebt hoor. Nou, die moeder, oh uh, man, die, die bemoedt zich overal mee. O, maar als je dat wil, oh nee, maar als je dat wil, dan moet je altijd, dan moet je hierom denken, dan moet je daarom denken. Oh, wacht maar, uh, mama helpt wel even. Ja, dat is gewoon helpen van de regen in de drup. Van de wal naar de sloot of zo. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Maar dat ziet mijn dochter niet in. Je ziet alleen maar een hele behulpzame moeder. En een vader die zeer, Ja, die draait een checkie en die zegt. Nou, kind, je, het onheil komt niet op één dag tegelijkertijd. Een zeven keer of zo. Dan gaan we lekker door je zin in hebt. Ik weet ook nog een keer dat ze thuiskomen en zei van. Nou, als ze zo doorgaat, dan blijf ik zitten. Dat was op de haven was dat. Ze maak we maken nou uit. Kijk, ze mij zo van. Ze zei, ja. Maar uh, de uh, ja, die, die gaat dan wel over en dan zit ik niet meer bij haar in de klas. Dus ik wil graag over. Oh, zeg ik, ja. ja. Als jij graag over wil, dat is dan jouw ding. Maar voor mij hoeft het niet. Je moet niet gaan denken dat uh, als je niet overgaat, dat ik dan boos word ofzo. Oh, oh, oh. Ja. Sterker nog, je hebt al een jaar overgeslagen. Dat heeft ze gedaan op de lagere school. Je hebt een jaar overgeslagen. En dan doe je lekker een jaartje kalm aan. Want ja, elke keer zo'n zenuwachtig kind, als er dan weer een schriftelijke overhoring had. Oh, ah, morgen, ik heb ah. nou, het lijkt mij eigenlijk wel lekker om een jaar lang een kind te hebben. wat lekker uh, een beetje relaxed naar school gaat. en begint met allemaal negen en tienen... Want ze is hartstikke slim. En dan alles nog een keer lekker herhalen. Noem me lekker kalman, meid. Dan ben ik ook van zo'n zenuwachtige trien af. Nee, dan moet je de moeder hebben. Oh, blijf zitten. Oh, nee, maar dat kan niet. Oh, dan gaat mama jou vanavond overhoren. Kan mijn dochter ook naar mij toe hè, van. Uh, Pap, ik heb morgen schriftelijk en ik ben helemaal zenuwachtig. En wil je mij vanavond dan overhoeren? Ze zei ik tegen haar: Nee. Kom je erbij. Ja, maar uh, ik heb een schriftelijk morgen en. Uh. Ja, uh, jij hebt toch een schriftelijk? Ik niet. Gaat er weer. En dat is niet omdat ik uh, daar uh, geen dat ik die tijd niet heb of zo, hè? Normaal niet. Maar ik vind het niet goed. Ik vind het niet goed naar mijn kind toe. Mijn kind wil naar school, mijn kind mag naar school, maar het is haar school. En zij leert uh, zichzelf maar kennen. En zij moet leren dat zij dat heus in de eentje kan. Dat, dat kan je haar niet leren door de Godgansen tijd te gaan lopen roepen. Dan gaat mama jou wel helpen. Zie Dan komt ze er nooit achter. Dat is vandaar. En zij moeten maar lekker zelf gaan bekijken. En dat vind ik nog steeds. En ik heb er gisteren ook... Uh, ik, heb het maar, ik ga er niet over lopen zeuren of zo, maar ik heb het wel gezegd. Want wanneer kom jij nou een keer onder de rokken van je moeder vandaan? Waar ben je mee bezig? Tut hola. Ja, niet, niet zo natuurlijk. Een beetje luchtiger. En duidelijk. Dat dus ik het er niet mee eens ben. Dus dan... Onzin. Een meid van 19, hoor. maar het gaat hem wel even duren. Daar ben, ik me, daar ben ik me te degen van bewust. Hoor. ...nog even wat tijd overheen. Zij zal vroeg of laat... ...moeten ontdekken... ...dat... ...die zorg die ze van haar moeder kreeg... ...dat dat helemaal geen ouderlijke zorg is. Dat was je... ...dat, dat was bemoeizucht met haar leven... En dan ook nog de boel in de war sturen. En mijn dochter, die kon naar het gymnasium. Dat, had, dat mocht. En daar mag niet iedereen naartoe. Maar zij mocht naar het gymnasium. Ik helemaal blij. Nou, die moeder heeft dat tegengehouden. Want ja, dat kind mocht dus. Uh, hè? Gymnasium gaan doen en dan allemaal uh, goede cijfers natuurlijk, want uh, die die stond mijn man op de achtergrond, die Perry, die gaat er allemaal helpen met Grieks en Latijn en uh, maar helpen. Ik ga de verhalen vertellen over Grieks en ik ga de verhalen vertellen over Latijn en ik ga er vertellen waar ze mee bezig is en ik ga er vertellen dat allerlei woorden in het dagelijkse taalgebruik dat die een een oorsprong hebben in het zei Latijn, het zei Grieks. Natuurlijk ga ik dat doen. Dat vind ik leuk. Dat krijg ze op school niet. Denk ik. Ja, een stopwatch, dat heet ook wel een chronometer. Dat komt van chronos. En, een porno, een pornografie, dat komt van pornea. Ja, en dat soort dingen. Zo gaan we dat doen. Hadden we dat gedaan dan. Hè? Maar dat uh, heeft die moeder even tegengehaald. Toen is mijn dochter op, het, uh, op de haven terecht gekomen. Ja. ja en de rest uh, laat zich. Uh, ah. De rest is geschiedenis op de havel bijna blijven zitten, snap je? Jeetje. Hebben we dat weer? Nee, dat wordt hem niet echt. Ja. Dat is een uh, we zeggen. Ja, dat is een gang die. Die gaat duren. En na de HAVO, toen. Toen ging ze kappersopleiding doen. De moeder heeft ook gekapt. Hè. In de buurt ging ze dan haren knippen voor mensen in de buurt. Oh, 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 wat leuk. heeft ze dat gestimuleerd bij mijn kind. Van, nou, dan word je kapster. Dat kind heeft een IQ van 130. Maar ik dacht nog, van, nou ja, mijn kind had al besloten. Want ze wilde natuurlijk precies wat mama wilde. Nou, en dan ga ik naar de kapstersopleiding. Nou, toen dacht ik nog, van, nou ja, de opleiding duurt twee jaar. Dan kan je daarna altijd nog naar het hbo of whatever. En je hebt een kapstersdiploma. Ja, dat is niet onhandig, toch? Nou dan. Altijd leuk als je te weinig geld hebt. Kan je altijd zo huppakee, baantje. En eh, verdien je meer dan in de supermarkt. Nou, en wat gebeurt er vervolgens? Dan stopt ze na een paar maanden met de kapstersopleiding. Zat die moeder natuurlijk weer achter. Als is die demon, hè? Die, die demon die wil dat niet, dat een kind naar het uh, gymnasium gaat... en dan uh, leert dat het heel wat in de mars heeft... en dat het dan doorstroomt naar een universitaire opleiding... en dan mag studeren in Hamburg of zo. En dan daar even ook nog vlekkeloos Duits leert... en dan komt het hier in Nederland terug... en dan schiet het zo in een of andere denderende baan... En dan is het 25 en dan scoort het uh, 2600 euro netto in de maand. Nee, natuurlijk wil die demon dat niet. Die wil Misère en Lenden. En toen zat mijn, moeder, mijn dochter dus uh, na een half jaar zijn baan in de supermarkt. <laughs> Daar is ze dan een beetje uitgeknepen. Heeft ze zelfs nog uren gewerkt zonder dat ze daar vergoeding voor kreeg. Een of andere... nou, geen vieze woorden zeggen. Van een teamleider. Een heel ja, verprutst. En nu zit ze dan op een enigszins um, acceptabele opleiding. En dan gaat ze mensen helpen, gewoon sociale terrein. Nou dat is niet verkeerd. Het blijft jammer dat ze dat universitaire niveau niet heeft. Met een beetje mazzel, ja, dan moet ze eerst maar eens deze opleiding zien af te maken. En ik vertrouw die moeder voor geen meter aan. Als die dus bemerkt bij mijn kind dat ze, weet ik veel, dat ze dan thuis komt en zegt, oh, het was wel zwaar bij de stage. Dan gaat die moeder allemaal zitten vissen en zo, hè? En voeren ook. Oh, ja, dat, dat is dan nou wel vaker, hè. Dat is dan altijd met die ene man, hè, dat hij dan zo vervelend doet, hè. Ja, ja, dat, ja, dat, ja, dat is toch wel... En er zijn wel veel mannen, hè, die dan daar... Uh... Ja, allemaal mannen, hè. ja. Nou, maar uh, ja, nou, ik, ik, als ik jou was, ik zou nog eens over nadenken of je dan wel door moet gaan. Als mijn dochter bij mij komt en zegt van pap, ik stop met die opleiding, dan, ja, wat moet je dan doen? Ik weet het niet, huilen of zo. Dan is het, dan is het helemaal over. Dan heeft ze echt helemaal niks. Dan heeft die demon uh, zijn zin gekregen. He? Ze is nu 19, bijna 20. En ze had het er al over dat die stage. Het was wel. Uh, nou, was wel, uh, ze is ook wel lang van huis. Bijna 11,5 uur. Ze moet 8,5 uur op de werkplek zijn. En dan 3 uur in totaal reizen. Ah dat. Niet onmisselijk. Hij heeft ze één dag in de week heeft ze vrij, hoor. Ik zou zeggen, het is prima te doen. Maar die moeder. Oh, 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 oh. Als dat maar goed gaat. En mijn tante. Mijn oudste tante van. Dus de zussen van mijn vader. De oudste zus van mijn vader. Vader is overleden. Nou, als de zus, die, die heet het in de gaten. Die snapt die rol van die moeder. Die kwalijke rol van die moeder. Dat begrijpt zij heel goed. Die vindt het ook heel erg dat het kind niet naar het gymnasium is gegaan. Hè? Zo afgezakt is een gekapte, gekapte kapstersopleiding. <laughs> Ik ben gekapt met de kappersopleiding. En dan een beetje afrekenen in de supermarkt om de hoek. Dan denk je, jeetje. En mijn tante, die zijn al tegen mij. En jij ziet erop toe dat ze deze opleiding afmaakt, heb ja, je dat goed begrepen? Nou, heb ik mijn tante gezegd: Ja, natuurlijk, ik hou het in de gaten. En dat doe ik ook wel. En, maar ik heb er niet veel invloed op, dat uh, kan ik je vertellen. Maar zoals gisteren, denk ik dat ik dat weer goed heb gedaan. Het was lekker opgeruimd in mijn woning. Dat vind ik uh, belangrijk. Uh, ik had een plant. Eigenlijk is het haar plant. <laughs> uh, die staat nu bij mij in de woonkamer. Die stond altijd op haar kamer. En die heeft ze helemaal niet goed verzorgd. Maar die zit nu onder mijn verzorgende uh, handen. Die heeft een nieuwe pot gekregen. En uh, die plant die ziet er helemaal happy uit. Heb ik gisterenmiddag dan nog even voordat ze kwam, heb ik dat dan mee in orde gemaakt. En ze kwam alleen maar een beetje chillen en niet eten. Denk lekker makkelijk voor dat kind. En voor haar had ik milkshake geregeld. Ik had er voor mezelf gemaakt, milkshake, met het hele hete weer van de afgelopen tijd. En toen kwam ik van mijn werk terug. Ah, maar bloedheet was het buiten en binnen. En heb je veel gefietst? En... Oh man. Heb ik daar een beetje mee geoefend? Van hoe maak je nou een lekkere milkshake? Het is niet eens zo moeilijk. Uh, meer, had ik hard de keuze gelaten. Wil je banaan, chocolade of aardbeien? Kant alle drie. Zij wilde banaan. Nou, ik heb bananen gehaald. Als je wilt doen, het is helemaal niet zo moeilijk hoor, natuurlijk. Je kan het zelf ook verzinnen, maar... is uh, een grote... Uh, ik heb dan een staafmixer. Je kan natuurlijk ook werken met een keukenmachine, zo'n blender, maar die heb ik niet. Maar ik heb een staafmixer, werkt ook prima. Uh, zo'n uh, zo grote, uh, hoe noem je dat? Zo'n schenkdinges, maatbeker. Van een liter. En daar uh, meer dan de helft vullen met uh, stukken banaan. En dan heb ik dan het hele goedkope ijs van de Albert Heijn. Ja, ik verdien niet zoveel meer. Het is alles wel heel goedkoop. Die bananen heb ik ook op de markt gehaald. 1,35 voor een stuk of 5, 6 bananen. Dat is niet duur. Hè? En het ijs van de Albert Heijn, dat is ook niet duur. Dat is 1,50 voor zo'n meer dan dan. Bijna, bijna, bijna een liter heb je dan. Ja, meer. Ja, en een kwak ijs erin. En dan de truc. En uh, dat is slagroom. En die bij de Albert Heijn is die ook heel goedkoop. Zo'n 250 milliliter slagroom kost je iets meer dan een euro. En dan een flinke scheut slagroom erin. Nou, en dan zit die, uh, die maatbeker van een liter zit al bijna helemaal vol. <laughs> en dan giet je daar voor zover mogelijk nog wat uh, melk tussen. En dan met de staafmixer. En wat we gisteren hadden, was uh, ze uitlopen mixen. Hij ah, was lekker dik. Zou je denk ik moeite hebben om dat zo'n breed rietje te zuigen? Maar het was echt een hele dikke... En ik zei dan tegen haar, ja, je kun, we kunnen hem iets dunner maken. Of vind je hem nou al lekker? Ja, ah, ze vond hem nu al lekker. Ja, wat vind je het gek? Twee, drie bananen erin, man. Dus dat smaakt echt naar bananen. Ja, dat was leuk. En dat lijken me hele kleine dingetjes. Maar dat zijn het niet. Hè? Want zij zal herinneren. van. Nou, ik ging naar papa toe. en wat hebben we nou gedaan? Nou. we hebben milkshake gemaakt. en. nou zij heeft wat zitten kletsen. verteld van de stage. en ik heb wat verteld van. weet ik veel wat. Maar we gewoon zitten kletsen. en ik zit dan. thee te drinken. en zij drinkt dan water. En toen heb ik haar nog twee of drie schaakpuzzeltjes laten oplossen. Die verzamel ik dan. Ik ben veel aan schaken de laatste tijd. En dan doe ik om te trainen. doe ik dan die puzzeltjes op leechess.com. En als ik dan een leuk puzzeltje heb, dan denk ik, oeh, ja, dat is een leuk puzzeltje. Dan save ik hem even. Ik heb zo'n boekmarkgroepje. En dan doe ik er wat trefwoorden bij van uh, wat voor soort puzzeltje het is. En doen we dat. Het is heel onschuldig. Hè? Ja, want het heeft geen enkele zin voor mij om uh, te zeggen: oh, in je daar. Nou, ga maar zitten. En we gaan het dus even hebben over de relatie tussen jou en je moeder. En het is nu al veertien jaar gaande dat jij precies doet wat zij zegt. En ik vind de jij maar eens een keer uh, op moet staan. En uh, dat je... Ja, dat gaat natuurlijk niet. kind ziet me aankomen. Want mama is zielig. En je laat je moeder toch niet in de steek? Hey, je hebt zo'n zo Hollands klaaglied van... Niemand plaatst zijn eigen kind in steek. Nee, nou, zei dat met de moeder. Ah, oh nee, maar uh, mijn moeder... Uh. Ik had ook een keer, en dan belde ze me, dat was dit jaar. En belde ze me op, en dan ben ik hartstikke blij dat ze me En Wat leuk, Het was zomaar om niks, hoor. Hop, zo uh, uh, zus en zo, en bla, en bla. Oh, wat leuk, meid. Waren we druk in gesprek en plotseling uh, uh, hoorde ik haar niet meer. En de verbinding was er nog wel, hè? Maar ik hoorde helemaal niks meer. Ik denk, mijn phone had dood of. Uh... Nou, dat zal hier in mij liggen, hè. Dus ik hang op. En zij had mij gebeld en zij kan mij gratis bellen. Dus. Ja, ofwel. Uh, de... De oplader of zo uh, was weer eens weg. Of het fietsen, telefoondingens. Uh, of uh, ze had plotseling geen bereik meer. Buiten een GSM-toren uh, of fietsen. Ik weet ze echt niet. Ik denk, nou, die belt wel terug. En inderdaad, een paar minuten later, belt ze weer terug. Belt ze terug. En ik neem op. Ik zeg, ja. Ik zeg, wat was het nou net? Nee, dan net? In één hoorde ik je niet meer. Ja, zei ze. Uh, mama belde. Want dat kan dus, hè. Zij heeft zo'n smartphone en dan kan je zien dat er nog iemand belt. En dan kan zij zien dat dat de moeder is. Ja, zei ze, en dan heb ik je in de wacht gezet. Ja. Ja, hoe moet ik dat nou weten? Dat ik in de wacht ben gezet. En waarom zegt ze niet tegen mij... opap, oh, pap, mama belt. Uh, als je even wil, dan uh, zet ik je in de wacht en dan uh, kletsen we zo verder, ja? En anders ja, moeten we nu maar even ophangen en een belletje terug. Dat kan ze ook doen. Maar gewoon even met mij overleggen. Even tegen mij vertellen dat mama belt. Nee, mama belt. En gelijk blinde paniek. Alle hens aan dekken. Ingrijpen. Mama belt. Dag mama. En ik hang dan ergens in de achtergrond in het luchtlederen. En moet een beetje denken van nou ja, daar hang ik maar op. En er zei laatst iemand tegen mij, ja, dat was trouwens als de zus van mijn vader, die zei van ja, maar de relatie tussen een dochter en haar moeder is altijd heel bijzonder hoor. Dan denk ik, ja, daar heb ik het niet over. Dit is niet heel bijzonder, dit slaat nergens op. Door ik ben degene geweest die haar heeft leren steppen en leren lezen en leren rekenen en leren fietsen en leren zwemmen. Ja, dat heb ik allemaal gedaan, daar heeft die moeder helemaal niks aan gedaan. Ik heb wel dat allemaal gedaan. Ik was degene die uh, zes dagen in de week als eerste opstond om ontbijt te gaan maken, snap je? Dus ik ben toch ook iemand, of niet? Ja. En als ze met mij naar de telefoon zit en de moeder belt op, ja, dan heeft ze inderdaad een probleem. Maar het probleem is niet ik. Zo, van, Oh, wat onhandig. Ik heb papa aan de lijn, dan kan ik mama niet spreken. Nee, dan krijgt de moeder maar. Uit, die doe, die doe, die doe. Het nummer dat u belt is in gesprek. Ja. Dan weet die moeder dat dan toch ook? Kan zij toch ook zeggen. Oh, mama belt. Nou, die belt zomaar terug. Of als ze tegen mij zegt. Van, nou ja, moeten we nog veel bespreken. En, uh, ja, dan bel ik ze dadelijk. Uh, dan kunnen we ophangen en bel ik mama even terug. Kan toch ook? Nee, in één keer ga ik. Uh, in de wacht en uh, met de moeder aan de lijn, snap je? Dat is niet gezond, dat klopt niet. Of iemand had die twee zien lopen op straat en tegen mij gezegd van nou leuk joh, ze waren precies hetzelfde gekleed. Het leken wel twee vriendinnen. Waarop ik dacht braak. Want die moeder is de vriendin helemaal niet. Die moeder is dertig jaar ouder dan zij. Die is vijftig. Hoezo, mijn vriendin is vijftig, terwijl je zelf twintig bent? Dat kan toch niet? Zelf twintig is bijna twintig. Dat heeft toch geen pas, of wel? Nou dan. Dat is gewoon bloody nonsens. En dat is, ja. ja en mijn pijlen zijn nog niet op. Ik heb nog pijlen op mijn boog. Ik heb nog een strategie. Ik laat mijn kind niet zomaar bengelen. En hoe dat nou precies in zijn werk moet gaan, dat weet ik ook nog niet. Ja, maar dat, ja. Ja, dan, dan hoop ik ook maar een beetje op. Ja, noem het maar steun van de Heilige Geest. Want dit. Ja, dit is niet een strijd tussen vlees en bloed. Het ja, is een strijd tussen. Ja, dit is een strijd die wordt gevochten in de hemel, met die demonen. En dan kan je denken, ja maar Piri, ben je soms één keer te vaak naar uh, zo'n schouwspel geweest van Jomanda? Dat je helemaal into demonen en zo bent? Nee, ik ben nog nooit naar Jomanda geweest. Maar ik weet wel dat er zoiets is als een geestelijke wereld. En ik weet wel degelijk hoe dingen werken. En, ja. en ik, vanuit het materiële, ja, ik moet heel, heel, heel voorzichtig zijn. Wat is dat nou? Het is al twee keer geweest dat ik met mijn dochter over een serieus onderwerp wilde beginnen... ...en dan had ik er gewoon eentje uitgekozen. Om te beginnen, ik denk nou, dan pak ik die. Over iets wat er gebeurd is, een aantal, ja, lang geleden inmiddels. Ik heb het er nooit over gehad, maar het is wel gebeurd. En het is haar verantwoordelijkheid ook geweest. Zij was erbij, ze stond er met haar neus bovenop, ze heeft niks gezegd. Ja, dat ben ik niet vergeten. En het was niet kosher. Het was niet netjes. Ja. En de vorige keer dat ze kwam, toen was ik van plan om het erover te gaan hebben. Dat heb ik er niet gedaan. En dan deze keer dacht ik van, ja nou, uh, wat je. Tegen mezelf dan, hè. Wat je. Deze keer ga je erover beginnen hoor. Ze is nou 19 en ze moet er maar tegen kunnen. En toen kwam ze gisteren binnen en een dat snoetje. En... en dan doe ik dat helemaal op mijn gevoel. En op mijn gevoel heb ik het uh, onderwerp. Uh, ja, gelaten. Ik denk dat dat het beste was. op dat moment. En dan kijk ik hoe ze. Ja, zeggen. Hoe, 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 ze haar lichaams, hoe haar lichaamshouding is. En uh, dan kijk ik naar, of luister ik naar hoe ze dingen zegt. Ik ben heel goed in analyseren van gedrag. Dat durf ik van mezelf te zeggen. Ik kan een heel goed lichaamstaal interpreteren. En keuze van woorden, dat hoor ik echt onmiddellijk. hoef ik niet eens mijn best voor te doen. Nou. En tonaties, of intonaties, maar ook toonhoogtes en alles. Ik hoor het onmiddellijk. Ik hoor gelijk waar emoties zitten te borrelen. Ik heb ook gelijk in de gaten dat er bepaalde dingen zijn waar ze het niet over wil hebben. Ik heb heel veel geleerd van jaren terug, ongeveer dertig jaar geleden. Toen was ik heel erg depressief en toen belandde ik in een therapeutische toestandssessie. Het heeft twee jaar geduurd. En die therapeut die wist altijd dé vragen te stellen. Oh, 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 oh. En ik snapte niet hoe die man het voor me aankreeg. Totdat ik het doorzag, natuurlijk. Die man die luisterde heel goed. En dat luisteren in combinatie met mijn lichaamshouding, in combinatie met dingen als dat ik plotseling moest nadenken. Dus hij luisterde ook naar het aantal seconden dat er zat tussen het stellen van een vraag en het komen van mijn antwoord. Dat had hij ook in de gaten. Die man luisterde verschrikkelijk goed. Dus terwijl dat die man bezig was om mij te analyseren. Ik had op analytische therapie. Hij was bezig om mij te analyseren. Was ik dus bezig om die man te analyseren? Ik heb er veel van geleerd, man. Ja, dat kan ik dus. Dan heb je dat één keer geleerd en, en verleer je dat niet meer. Hè? Met mijn dochter heb ik dat ook. En mijn dochter heeft zo'n onrustige huid. En een tijdje terug was het echt supergoed. En nu, oh, 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 allemaal vlekjes. Dan denk ik, meisje, meisje. Ja, dat heb ik echt met haar te doen. Hè? Dan kun je zeggen, ah, we zijn niet van, dit is gewoon een, beestie, een beetje jeugdpuisjes. Nee, dat is het niet. Dit is, is, is niet een beetje jeugdpuisjes, dat is een onrustige huid. Het heeft alles te maken met dat ze niet vrij is om zichzelf lekker te uiten. Nou, en het laatste wat ik wil, is het haar dan nog ja, moeilijker maken in deze situatie. Snap je? Dan kan je zeggen: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En nou, dan heb je ook alweer een punt. Maar... Eerst maar eens wat, ja, wat rust krijgen in haar hart. Dat is ook zo'n opmerking. Want dan heeft ze dus nu die kamer bij de moeder om de hoek. Maar waar slaapt men dan? Ja, bij de moeder. Want die kamer is nog niet klaar. Ik het nog niet. Nee, zei ze. Ja, ik heb geen rijbewijs. Ja, alsof ik dat niet weet. Ik heb geen rijbewijs. En, ja, en die kan ook niet altijd met de auto. En, uh, nou, en de moeder die heeft dan geen tijd. Ik zeg, Ja, maar ik ben er toch ook? Ja, zei ze. Maar jij werkt toch? Ik zeg. van maak ik dat nou weer uit? En je kan toch bellen. Ik heb toch een auto op mijn beschikking. En dan kan ik dat toch ook doen. Ik zei, en, en Wim, hè, Wim Kruidertuin, uh, Die heeft een bus. Een Volkswagenbus of zo. Een Franse auto. Weet ik niet. Maar een toffe bus. Een hele lange dingen kunnen erin. En dat doet ze dan niet, hè? Dus ik denk dat we dat eerst maar eens voor elkaar moeten zien te krijgen. Dat, dat ze mij ook gewoon belt. En zeggen: Nou, pap, kan je even helpen. Ik moet dat en dat geregeld hebben. Hè? En dan regel ik dat voor haar, als ze dat ook ziet. Op die manier maar eens een keer, snap je? Gewoon de, de weg van de zachtmoedigheid. En al die appeltjes die ik nog te schillen heb. Uh, uh, ja, wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Dat komt er wel een keer. Of straks is het helemaal verjaard, vind ik het ook goed. Gaat het bij al die andere oude dingen die we toch half vergeten zijn. Dus uh, laat maar zitten. Hè? Laat ik het zo maar gaan spelen. Ik ben al lang blij met het feit dat ze gisteren gekomen is... En dat het gezellig was. Lekker gekletst hebben we. En over een paar weken. Dan komt ze weer. En dan gaan we weer gezellig doen. Dan gaan we weer een beetje kletsen. Komt wel goed. Uiteindelijk moet zij weten dat ik zielsveel om haar geef. En dat ik iemand ben waar ze ook wat aan heeft. En dat die. Non-zorg van haar moeder. Dat ze dat, die moeder moet vergeven. En dat ze het niet moet vergeten dat die moeder zo was. Want die moeder gaat niet excuses aanbieden. Helemaal niet. Die, die moeder die gaat niet accepteren dat zij iets uh, verzaakt heeft. Die moeder zal zeggen, ik ben een ongelooflijk goede moeder geweest voor jou... ...en ik heb me altijd heel erg ingespannen en ik heb alles gegeven en blablabla. Bla 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 bla. Ik ben de allerbeste moeder ooit in het universum geweest. Wel een beetje begrip hebben van mij, hoor. Zo is die moeder. Mijn dochter die kwam ook een keer thuis, ik ga afronden hoor, maar... ...die, die kwam een keer thuis, was een paar jaar terug... ...en toen zei zij zei tegen mij dat haar moeder had dan een verhaal verteld... Over het moment net dat ze geboren was, hè, mijn kind. Ja, zei ze, en toen had mama het zo zwaar. En toen dacht ik, braak. <laughs> en tegen jullie zeg ik op zijn hamburgs, tjus. En dag lieverds, die ook voor hun kinderen gaan zorgen.